Yo mensen, Ryan hier en welkom bij weer een nieuwe video. Tijdje geleden, sorry daarvoor. Maar ik heb geen excuus, ik wil excuus zeggen. Achtergrond gameplay is Uncharted 4 multiplayer. En om heel eerlijk te zijn, ik ben hier zo slecht in. Het is echt gewoon... Ja, ik snap heel de fucking game niet. Je hebt bepaalde punten, bepaalde geld wat je moet halen links in beeld. Daar kan je killstreaks mee kopen. Ik word hier op een hele raar manier genijfd. Kijk er maar gewoon naar. Als je denkt, Rally, ben noob, mag je rust zeggen. Geen probleem, dat ben ik ook in dit spel. Dat is echt ongelooflijk. In ieder geval, zoals je aan de titel hebt kunnen zien, denk je, huh? Nou, ik zou zeggen, een tijdje geleden liep ik stage bij V&D. En die is natuurlijk fiet gegaan, helaas. En, hoe heet het? Ik was zo dom geweest om dit te zeggen van bla bla bla, stage, bla 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 bla. Wat krijg ik nou binnen? Ik ging maandagochtend lekker gamen. Ik had maandagmiddag had ik als les. Maandag lekker gamen. Wat krijg ik nou binnen? Ik krijg een mailtje binnen via mijn zakelijke mail van YouTube. Die ook op Twitter staat. Want Twitter is verbonden aan YouTube met mijn account, zeg maar. En ik kreeg het binnen en er stond bij. Hoi Rai, want ik Rai die heet daar ook op Twitter. Mag ik jou interviewen voor dat artikel over stage? Ja, tuurlijk mag je me interviewen, geen probleem. En dan gaat AD. AD is het Algemeen Dagblad, is Noord-Brabant. Ik woon zelf in Noord-Brabant, het is het Algemeen Dagblad. Het is niet een heel grote krant, het is eigenlijk een soort Facebook-pagina eigenlijk meer. En ik wil daar wel over me interviewen, maar ik moest naar school. Dus ik aantal dingen al beantwoorden. En ik heb het naast mij liggen. Ik zal het even snel pakken. Kijk. Dus even kijken of ik het kan vinden voor jullie hoor. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kun je het goed zien? Kijk, om dit artikel gaat het. Het staat in de stem. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Of jullie dat artikel ook hebben kunnen lezen. Denk ik niet. Maar in ieder geval, daar ging het over. De volgende dag kreeg ik nog een mailtje binnen. Dat is van NOS. Dus voor mensen die in België wonen. Kun je het in België hebben, denk ik niet. Dat is eigenlijk een van de grootste nieuws. Ja, nieuws. Programma's op tv, zeg maar. Je hebt NOS 1, NOS 2, NOS 3. En ik ben door NOS op 3. Daar heb ik ook gevraagd via mail. En ik was heel de dag thuis. Weet je wat? Een groot bedrijf wil mij dingen vragen. Tuurlijk, mag. Geen probleem. En dus ik ging met hun bellen. Heel leuk was het. Hartstikke druk waren. Ontzettend druk. Mensen denken dat... klassen druk zijn, maar hun waren ook heel druk op de achtergrond bezig. Ongelooflijk. Maar in ieder geval, en toen werd geïnterviewd en een paar uur later stond serieus mijn artikel met mijn foto en mijn naam, alles staat erbij, want ik zie dat gewoon, maar oké. Okay. Stond er allemaal bij. Ik ga wel revive, ik dacht heel dom. Maar in ieder geval, stond er allemaal bij. Artikel staat beter in de beschrijving. Als jullie willen lezen, staat in de beschrijving, als het mij lukt. Het is wel een Twitter link. Dus je moet, volgens mij moet je Twitter hebben om te kunnen lezen, denk ik. Kan ik nu snel Twitter aanmaken. Kan je heel het artikel lezen over mij. Zie je mij in werkkleding. Hartstikke vet natuurlijk, mij in werkkleding. Dat is gewoon hartstikke awesome. Dat is gewoon helemaal top. Maar in ieder geval, de volgende dag kreeg ik nog een mailtje. Nog van een metro. Voor mij is het metro landelijk. En de metro is ook een krant. Daar heb ik ook doorgevraagd. En op een gegeven moment dacht ik dat... Flikker allemaal op. Ik heb er eentje volledig mijn verhaal gedaan. Perfect. Dat vind ik wel goed geweest. Anders vond ik wel een beetje veel hoor niet. In ieder geval grappig was dat mijn Twitternaam ook in de artikel stond. Dus dat betekent dat mijn YouTube kanaal ook automatisch erop stond. Want mijn Twitternaam is mijn YouTube naam. Dus ik heb gewoon enorm veel promoties gehad natuurlijk. Daar is ik toch niks van gemerkt. Maar is zo handig dit jongens. Dus wil je nou door NOS geïnterviewd worden, zet ze lekker op Twitter, tag hun erin en ze mailen jou. Zo simpel is het mij gegaan. Vind je zulke video's leuk, zulke leuke praatvideo's, hartstikke geweldig, laat dan een like achter. Van dit kant komt weer een video online. Misschien mijn eerste live video. Ik had beloofd dat ik natuurlijk live ga ik opnemen. Call of Duty of GTA, dat kan GTA kan misschien trouwens ook al. Ga ik opnemen voor jullie. En dan komt ook misschien wel een video van online.
Laat een like achter, abonneer natuurlijk voor meer. En dan zie ik jullie volgende keer met een nieuwe video. Adios.